bedrijven is gesponsord, waar de gemeente logistieke steun aan geeft en dat gerealiseerd is door een aantal vrijwilligers. We hebben een van de mooiste kunstwerken die je kunt hebben. We vinden dat vanuit vanuit de onderwijsraad natuurlijk een heel knap initiatief. Dat maakt juist het nog het sterker dat alle scholen hier eigenlijk een stukje in kunnen bijdragen. Samen met het plaatselijk bedrijfsleven en dat hij ook extreem hoog is. Hoger dan alle andere cosmogolems die er al staan. Dus wij hebben de hoogste. Hij is exact 6 meter en... Oh, en een beetje. Oké. De cosmogolem staat juist voor die kinderrechten. De eerste stap is eigenlijk gebeurd door Peter. Die heeft eigenlijk de aanzet gegeven door de bestaande constructie het draagframe te maken. De cosmogolem is gemaakt uit larynxhout. En we hebben gekozen voor dat hout omdat dat dus ook een grote weerstand biedt tegen weersinvloeden. Het gezicht is gemaakt met cederhout, met de plank van Erik. De bedoeling is dat alle plankjes in de mouwen zitten. Die zijn vanmorgen verscheept door verschillende scholen. En die gaan die artistiek bewerken. Dus die leerlingen mogen er eigenlijk mee doen wat ze willen. Zij schilderen, zij er iets op kleven. De kinderen kunnen wel, die gaan dus al die plankjes van die armen maken en die gaan dan weten van kijk, dat is mijn plankje waar ik aan meegeholpen heb, of daar is mijn plankje. En die maken deel uit van de golem, de cosmogolem in Kruiden. De cosmogolem is het beeld dat heel de wereld verbindt met elkaar, want die staat op alle plaatsen in de wereld. Dit zal de 22e golem zijn die geplaatst zal worden, het zal trouwens de grootste golem zijn. En golem gaat eigenlijk over de rechten van kinderen, waarbij dat kinderen hun zorgen kwijt kunnen en vooral kind kunnen blijven. Wij gaan die cosmogolem van Koen van Mechelen mogen plaatsen bij de inkom van Kruibeke. Als je met het veer vanuit Hoboken naar Kruibeke komt, zou je zeggen, kom allemaal kijken op 8 en vooral op 9 mei als dit beeld onthuld wordt, want het gaat fantastisch zijn. En dan wilde jij bij mij een grandje. En dan heb ik gesproken, wanneer komt het? Zeg, het is een datum. Maar je hebt papier kunnen hebben, wanneer komt het? En volgende week. Het is morgen, het is aan het filmen.